Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits met vandaag. Heldendaad bij het sluisje herdacht tijdens Bevrijdingsdag. En protestbijeenkomst tegen schrappen van 250 banen bij de gemeente. De heldendaad die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het sluisje plaatsvond, werd dinsdagmorgen herdacht. 67 jaar geleden, ook op dinsdag 17 april, werd Apeldoorn bevrijd door de geallieerden. Gijs Numan en Albert van der Scheur wisten in de nacht van 16 op 17 april 1945 een aanval door de geallieerden te voorkomen, omdat de Duitsers Apeldoorn al hadden verlaten. Apeldoorn was bevrijd van de bezetters en werd er feest gevierd. Bij de herdenking waren ondanks de koude wind vele aanwezigen, waaronder burgemeester Hans IJsmeijer, oud-militairen, de vereniging Oud Apeldoorn en de basisscholen De Boemerang en de Prinses Margriet. Deze plek in Apeldoorn heeft een bijzondere betekenis in het verhaal van de oorlog. Jullie kennen het verhaal van deze plek en ook het verband van het verhaal van die twee jonge mannen, Albert van der Scheur en Gijs Numan. Twee namen die een rol spelen in het grote verhaal dat oorlog en bevrijding heet. Uit Canada was de Halton Regional Police Service Pipes and Drums bij de herdenking aanwezig. Na de toespraak van de burgemeester en gedichten van de Prins Margriet School werden bloemen gelegd bij het monument. De herdenking en de bevrijding werden later op de dag nog gehouden in het Oranjepark en in de aula van het KSG. In een stamvolle raadzaal en daaromheen werd dinsdagmiddag een protestbijeenkomst gehouden. De bonden Advocabo en CNV protesteerden hiermee tegen het besluit om 250 banen binnen het gemeentelijk apparaat te schrappen. Een en ander is het gevolg van de snoeiharde bezuinigingen die de gemeente Apeldoorn moet voeren. U vraagt nogal wat. U wilt... Er moeten 240 mensen weg, 250 mensen weg. FTE in weg. U wilt het uitsmeren over, als ik het goed begrijp, 2 tot 5 jaar. Zonder gedwongen ontslagen. Hoe groot acht u die kansen? Nou, die acht ik wel heel reëel. En om de dood eenvoudige reden, ook een gemeente moet natuurlijk zijn knopen tellen. Je kan nou natuurlijk wel al die mensen wegsturen, maar dat leidt enorm productieverlies. Je moet die mensen toch betalen en je krijgt enorme onrust. En wij denken, als je het even over een bepaalde tijd heen tilt, en heel veel mensen gaan met pensioenen binnen deze organisatie, dan kan je al die mensen houden, maar je moet, en dan kan je ze perspectief bieden. En je houdt als gemeente ook je taken overeind. Want daar gaat het de burgers toch om, dat de gemeente goed functioneert en dat de gemeente doet wat die moet doen. Als je zo'n 250 FTE, dat zijn misschien wel 300 mensen, zomaar wegsturen, happen te gasten te gooien, denk ik van ja, dan zal de gemeente natuurlijk zijn taken niet meer goed kunnen doen. En daar zit de burger zeker niet op te wachten. Meneer Brouwer, de bonden die weten dat er 250 FTE gaan vertrekken bij de gemeente Apeldoorn, die willen dat eigenlijk uitsmeren over, als ik het begrepen heb, 2 tot 5 jaar. Die roepen over 5 jaar gaan er toch 500 weg. Hebt u de financiële tijd en ruimte om daar in mee te gaan? Nee, eigenlijk niet. De opgave die we als gemeente hebben is groot, financiële opgave. We kunnen wel het maximale doen om te zorgen dat het aantal gedwongen ontslagen geminimaliseerd wordt. We proberen dat ook kost wat kost te voorkomen. Maar uiteindelijk zul je in omstandigheden terechtkomen waarin je moet gaan kijken of dat wel haalbaar blijft. We zullen er alles aan doen om mensen van werk naar werk te begeleiden. Maar er zal misschien een moment komen dat je dan ook afscheid moet nemen van mensen. En dat zijn dan bijvoorbeeld mensen met jaarcontracten of korte termijn contracten, waar je als eerste naar gaat kijken om daar afscheid van te nemen. Om contracten niet te verlengen. Dan riepen de bonden net tot slot van toen u gedwongen afscheid liet vallen, dan gaan we het dwars voorleggen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, daar mogen ze dwars voor gaan liggen. Dat is hun goed recht, dat is ook hun rol. Dat is ook belangrijk dat ze dat doen. Ze staan voor het personeel, daar moeten ze ook echt voor opkomen. Maar ik denk dat dat reuze mee gaat vallen. Als je kijkt naar natuurlijk verloop, jaarcontracten, zal dat echt zeer beperkt zijn. Daarnaast hebt u iets aangesneden wat koopkrachtbehoud heet. Dat ligt landelijk en dat tilt u eigenlijk naar het lokale niveau. Nou, maar dat is natuurlijk ook wel logisch, want landen komen er gewoon niet uit.
En er is hier natuurlijk elke gemeente, elke verstandige gemeente reserveert natuurlijk een bepaalde loonmutatie in zijn begroting. Hebben ze hier ook gedaan en dat eisen we op. Dat is gereserveerd voor het personeel. Wij vinden gewoon dat het uitbetaald moet worden. De protestbijeenkomst die een uur duurde leverde uiteindelijk geen resultaten op. En dan nog even dit. Om meer en beter nieuws te maken, zoeken wij medewerkers die ons graag willen versterken. We zijn op zoek naar redactiemedewerkers, verslaggevers en cameramensen. Wil je meer weten? Ga dan naar onze website rtv-apeldoorn.nl en ga naar de vacature. Of bel 055 533 5166.